Van hem met deze vier paarden gaan we straks de laatste ronde in de Rebuff-prijs. En nou wordt de druk opgevoerd aan de buitenkant door paard nummer 7, Cassidy Witt. Samantha Stolker denkt dat de beste manier is om dat in de bocht te doen. En Hiltje Chalsman moet er ook goed ondersteunen, die Megan Flevo. Maar lijkt er prima mee overweg te gaan. Samen lopen ze wat weg van in derde stelling El Salsa. En aan de buitenzijde komt dan nog door die nummer 6, Iowa River. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En wat een heerlijk titanenduel door twee van de beste amatrices die ons land lijken is. Zelfs uit de geschiedenis. Met Hiltje Chalsman nog altijd aan de kop en Megan Flevo. Maar ze blijft het proberen aan de buitenzijde. Cassidy Witt. Dat is de tweestrijd. En El Salsa die vecht het uit voor plek 3 met Iowa River. We gaan ons beperken tot de laatste rechte lijn. En de tweestrijd aan kop met aan de binnenzijde Megan Flevo. En die heeft nog altijd die halve lengte. Wordt een lengte, wordt anderhalve voor twee lengte. En u verdient €600. Eigenaar voor één dag en Hiltje maakt het waar. Geweldige tweede is Cassidy Witt. Close voor de derde plaats. El Salsa nog net voor Iowa River. Sterke winnaar Megan Flevo in de Rebuff-prijs. En paard nummer 1, Megan Flevo, die passeerde als eerste de finish in koers 7, de Rebuff-prijs. En als straks alles officieel is, dan hebben we een hele mooie check van €600 voor de eigenaar voor één dag. Maar buiten de geldprijs heeft vooral de ervaring, denk ik, een extra plus hier als eigenaar voor een dag. Je eigen paard zien winnen op de eenrummer piste, Megan Flevo. En Megan Flevo, dames en heren, dat is een 4-jarige donkerbruine merrie van Musselmaas uit Constantia River. Gefokt door de heer Van Schie samen met de familie Iwema, Titia Iwema, dus medefokker van deze Megan Flevo. Die ook heel veel werk heeft gedaan aan de organisatie van deze prachtige meeting. Trainer is Bas Krebas voor de Gele Canaries Noord. En rijder is Hiltje Chalsma, de vliegende vriendenzin die al zo vaak kampioen is geworden van Nederland als amatrice. En inmiddels ook weer de leiding heeft overgenomen in het klassement. Ferry, officieel. Ferry, officieel. En dat is inmiddels ook officieel. Dankjewel Pieter, Megan Flevo. Dus gaan we de Sierdeken overhandigen van Rebuff. Een paard dat in medebezit is van Peter Delis. Was een van de betere paarden in Amerika van zijn jaargang. En gaat volgend jaar ook beginnen met zijn carrière als dekhengst. En zal dan ook in Nederland verkrijgbaar zijn, Rebuff. En vandaag is dus er een moment genomen. Felicitaties zijn er voor de eigenaar voor één dag die een moment van zijn leven heeft. Foto's worden gemaakt door de Raymond Stromer. Die ook altijd na te bestellen zijn. Fokster Titia Iwema aan het hoofd. Prachtig plaatje. En dan praten we eerst even met de eigenaar voor één dag. Praten we eerst even bij met de eigenaar. Oh, de eigenaar voor één dag. Eigenaar voor één dag, je wordt geïnterviewd. Gefeliciteerd. Ja, wat moet ik zeggen. Hoe heb je de koers beleefd? Ik vond dat goed. Super prachtig moment. En je hebt ook al een mooi aandenken, een mooie pet. Ja, ik ben hier met niks gekomen. Ik ga met wat weg. Klasse. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar, ja. Praten we ook nog even bij met Hiltje Charles. Maar Hiltje, gefeliciteerd. Drijven bij de camera. Het werd je niet makkelijk gemaakt. Nee, Willem zegt, ik geef niet af. Ik denk, nou... Ik denk, je weet al wat voor paard ik heb, maar dat maakt niet uit. Ik denk, nou, dan blijf ik rustig. Zou ik een beetje erachter, maar hij stond een beetje stil in de bocht en zij gaat zo lekker. En dan kon ik overnemen. Ja. En toen drukte Samantha ook nog de duimschroef aan? Ja, en toen kwam Samantha, die zag ik al, die zat haar doorspoor. Ik denk, nou, maar ze voelde gewoon zo goed aan. En ja, ik denk, kom er maar naast. En dan is ze ook iets gretiger. Ja, fantastisch. Prachtige overwinningen en inmiddels sta je ook weer aan de leiding bij de amatrices. Dat weet jij beter dan mij. Ja? Ja, dus. Wordt nog een spannende strijd de laatste maanden. Ja, ja, inderdaad. Maar wel een leuke strijd. Voor de mensen die jou ongetwijfeld wel kennen, maar niet weten. Je bent op verblijf momenteel veel in Zweden op een debutdans. Ja, ja, en mid-september ga ik daar weer heen. Dus dan ben ik weer voor een paar weken ga ik naar Zweden. Nou ja, dan mis ik dit natuurlijk wel. Maar nu in augustus ben ik in Nederland en dan mag ik voor Bas lekker rijden. Hartstikke mooi, Hiltje, en veel succes. Ja, dankjewel.
gaan Hiltje weer herenigen met haar paard Megan Flevo. Een topmerrie dus dat gefokt is door Tietje Iwema en Aad van Schie. In eigendom van de Gele Canaries, maar hij was voor deze gelegenheid in eigendom voor de eigenaar voor een dag. En die gaat huis met een prachtige ervaring en een cheque van €600. En dat had u allemaal kunnen gebeuren als u een lot had gekocht voor de verloting. Prachtige ereprijzen en er wordt dus dankbaar gebruik van gemaakt. En dames en heren, geef ze een groot applaus hier in de Rebuffprijs. Paard 1, Megan Flevo met de amatrice kampioen van Nederland, Hiltje Tjalsma. Eén dag. Van de winnaar van de loterij, Megan Flevo, €600 kan er verdiend worden. Of 300, of 145, 95, 60, misschien niks. Dat is het spelletje. En we gaan het zien en beleven. Megan Flevo is in ieder geval groot favoriet. Vlag omhoog. En naar beneden, dan betekent het dat de start is gevallen. En het is Lochran F. Boko die er vandoor gaat, de leiding neemt. Maar al heel snel de aanval gaat krijgen van Megan Flevo. Maar Willem ten Brink schudt nee. En aan de buitenzijde komt ook El Salsa naar voren. En daar lag er wel een start, zegt voor Samantha. Met Cassidy Bitt, die ligt daar al op de vierde plaats. En aan de binnenzijde opereert het nummer 6 van Iowa River. En dan moeten we naar de achterhoede gaan kijken. En dan zien we dat Happy Toll Viel de minste start heeft gehad. En die volgt op behoorlijk wat achterstand. En kijk eens aan, Willem ten Brink. Hij gaat een heel brutale koers van maken met zijn Lochran F. Boko. Maar dan kent hij misschien Megan Flevo nog niet, want die houdt van harde koersen. En Hiltje Tjalsma, die houdt zeker het tempo hoog. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde El Salsa. Die wordt op anderhalve lengte gevolgd door Cassidy Bitt. En aan de binnenzijde van Cassidy Bitt, wel de koploper daar zomaar van de benen gaat. Aan de binnenzijde van Cassidy Bitt komt ermee naar voren Iowa River. Paarden komen in de rechte lijn. Galop nummer 2. Voor de tribune met aan de kop van het veld Megan Flevo. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenzijde Cassidy Bitt. Aan de binnenzijde El Salsa, Iowa River. En dat zijn dan de vier paarden die de prijs onderling gaan verdelen. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. Met aan kop van het veld Megan Flevo. Heeft nog altijd die leiding. Heeft natuurlijk wel een beetje moeten vechten in de beginfase. En helemaal gerust kan je er dan niet op zijn. Met een paard als Cassidy Bitt schuin naast je. Daarachter aan de binnenzijde. Herhaling uitgeschakeld, nummer 2 galop. El Salsa en achter El Salsa ook Iowa River. En dat is dan de volgorde als de paarden dan de verre bocht weer aansnijden. En het is aankop van het veld die nummer 1 Megan Flevo. Aan de buitenzijde, ja, geen makkelijke koers natuurlijk voor Cassidy Bitt. Daarachter geen meter te veel voor good old El Salsa. Zou toch prachtig zijn als die hier weer eens wat moois kan laten zien. En dan is het Iowa River. En met deze vier paarden gaan we straks de laatste ronde in de Rebuffprijs. En nou wordt de druk opgevoerd aan de buitenkant door paard nummer 7 Cassidy Bitt. Samantha Stolker denkt dat de beste manier is om dat in de bocht te doen. En Hiltje Tjalsma moet er ook goed ondersteunen, die Megan Flevo. Maar lijkt er prima mee overweg te gaan. Samen lopen ze wat weg van in derde stelling El Salsa. En aan de buitenzijde komt dan nog door die nummer 6 Iowa River. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En wat een heerlijk titanenduel door twee van de beste amatrices die ons land lijken is. Zelfs uit de geschiedenis. Met Hiltje Tjalsma nog altijd aan de kop en Megan Flevo. Maar ze blijft het proberen aan de buitenzijde. Cassidy Bitt. Dat is de tweestrijd. En El Salsa die vecht het uit voor plek 3 met Iowa River. We gaan ons beperken tot de laatste rechte lijn en de tweestrijd aan kop met aan de binnenzijde Megan Flevo. En die heeft nog altijd die halve lengte, wordt een lengte, wordt anderhalve voor twee lengte. En u verdient €600. Eigenaar voor één dag en Hiltje maakt het waar. Geweldige tweede is Cassidy Bitt, close voor de derde plaats. El Salsa nog net voor Iowa River. Sterke winnaar Megan Flevo in de Rebuffprijs.